Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van American Truck Simulator. Wij gaan vandaag eens even een stukje rijden in de Verenigde Staten van... Nee, niet in de Verenigde Staten. Dat zouden we doen, maar we hebben promos voor American Truck Simulator. En promos voor American Truck Simulator speelt zich af in Canada. En... Canada is een hele mooie aanvulling op American Truck Simulator. Ik zit even te kijken naar die auto's. Komt hier een enorme dinges aanrijden. Wat is zo'n ding ook weer? Limousine. En deze. Het lijkt erop dat hij gewoon rondjes rijdt. Gaat hij weer? Ja, hij gaat weer. Oké. Nou, ga jij maar lekker rondjes rijden. Wij gaan een vrachtje ophalen. Hier ergens in Canada. Ik zal het er even laten zien. Kijk, we zitten nu in Kelowna. Moeilijk raam allemaal. En we gaan zo naar Penticton, volgens mij. Daar hebben we een vrachtje. Of Princeton. Maar dit stukje is erbij. Dit is allemaal ATS. Zoals je ziet heb ik best wel wat kilometers al gehad. Dit is erbij gekomen. Laten we gewoon lekker ons ding gaan doen. Kijken wat die auto gaat doen. Ik ga er gewoon achteraan. Even mijn verlichting aan doen. Draai hoor, dat je rondjes gaat rijden. Goed, die is een beetje naar de knop. Oh, voordat we de vracht op gaan halen. American Truck Simulator heeft sinds de invoering van een of andere DLC hebben ze van die, ja, hoe noem je dat, panorama punten. Vergeet nooit om, wat doe ik nou, om je truck op de handrem te zetten. Ik heb het al eens een keer gehad op een schuine helling, reek weg, per ongeluk. Maar dit zijn van die cutscenes, noemen ze dit. Dit is een of andere beroemde brug, blijkbaar in Canada. Maar dit soort dingen hebben ze dan erbij ingebouwd. Dat is best wel grappig. Wat ik even laten zien. Het ziet er geweldig uit, Canada. Het is, ze hebben het echt mooi gemaakt. Ik weet niet of het... realistisch is, maar ja, weet je, ze doen het tegenwoordig toch echt wel vrij natuurgetrouw, zeg maar. En ik geloof best dat deze brug er ook is. Maar dat is mooi, hè? Nou, dit is een vrij korte cutscene. Ze hebben ze ook wel langer in ATS. Maar deze is niet zo erg. Goed, we gaan ons vrachtje ophalen. Gaan ze nu met z'n allen achter elkaar rondjes rijden hier? Dat zal toch niet, hè? Die limousine die is blijven staan. Gaan ze nu werkelijk met z'n drieën rondjes rijden hier? Nee, toch? Ja, hoor. Grappig. Nou, ga je maar lekker rondjes doen. Dan ga ik een vrachtje doen. Wow, ik heb hem geraakt. Nou, dikke paniek daar nu. Er komen nog meer auto's aan, die gaan denk ik ook allemaal rondjes rijden. American Truck Simulator, het is niet echt zo populair als European Truck Simulator. Of ja. Euro Truck, ETS 2, dat. Het is wel grappig om te zien hoe sommige verkeerssituaties tot grote paniek leiden bij sommige kunstmatige intelligentie medeweggebruikers. Het is niet zo erg populair. Ik vergis me altijd in die neus, dus ik moet even een beetje goed voorsorteren hier.
De lengte van die neus, jongen, dat is enorm. Met die trucks hier zo. Ik heb er ook een mod van een Freightliner, die heeft dan geen neus. Dat is toch echt wel een stuk prettiger rijden. Oh, die stond nog op groen. Oh, knak. Nou ja, ging goed, toch? Die staat ook op groen. Je mag in Amerika blijkbaar, trouwens, ook gewoon rechtsaf, ook al staat je licht op rood. Dat vind ik wel bijzonder. Goed, als ik het goed begrijp, moet ik hier mijn vrachtje ophalen. Het zal weer onmogelijk inparkeren zijn. Deze, ja, vlees naar Princeton. Ik ga mijn best doen om een fatsoenlijke voor te krijgen, maar dit is lastig, jongen, met die lange trailers. Wow! Oké, ik moet die rem ook nog een beetje beter afstellen, zo te zien. Redden, joh. Of wel? Nou. Ik zit de falen kant naast, denk ik. Dat even zo bekijken. Ja hoor. Dit is zo lastig, jongens. Dit is echt niet te doen, hè. Waar zit ik? Och. Natuurlijk zit ik weer ergens tegenaan met mijn bakjes. Nou, gaat op zich nog redelijk goed. Maar van bovenaf gezien is het eigenlijk wel een beetje cheaten. Hè? Sorry jongens, maar. Ik ga niet automatisch laden, dat vertik ik. Nou, valt me nog mee. Toe maar, laat de handen maar in. Ik heb toch niet mijn zwaailampjes aan, of wel? Kan ik dat zo zien? Nee. Nee, er rijdt wat anders met zwaailampen, dus. Oké, we gaan naar Princeton. Even mijn... Sorry, even mijn headtracking even goed zetten. Ja, die staat goed. Oh, die dingen trekken ook zo langzaam op, jongen. Dat is niet normaal. Oh, dat is een bezemwagen. Ja. Gelijk weer af, dus ik kan er wel gewoon naast gaan staan. Nou blokkeer ik de hele handel natuurlijk. Hier. Yep. Oh, dit is niet handig. Oh, het gaat goed. Als het goed is. Kom maar doorrijden, jongens. Oh, dit is zo'n hele vervelende. Het gaat net precies goed. Groot nadeel bij American Truck Simulator, vind ik. Dat maakt het rijden niet echt makkelijker op. Ik denk dat dat ook niet bijdraagt aan de populariteit van een spel onder Europese spelers, zeg maar. We zijn dit soort klossen gewoon niet gewend, hè? Mooie brug nog over. Ja, hè? Prachtig uitzicht hier, hè? Wat dat betreft, ja, hebben ze het wel mooi gemaakt, hoor, dit. Ik
ben wel fan van American Truck Simulator, alleen al om de landschappen waar je in rijdt, de diversiteit. Kijk dan, heel prachtig groot meer. Mooi boten eronder, ja. Ik hou hier wel van. Is het bootje blijven steken of zo? Of, Ik heb geen idee hoe lang we onderweg zijn, hoe lang deze video wordt. Maar ze hebben hier in de American Truck Simulator ook de cabine accessoires eindelijk een beetje. Nee, die hebben ze eindelijk en dan ook mooi leuke cabine accessoires uitgebreid, zeg maar. Kettingzaagje wat eraan hangt, vond ik wel grappig. Die hoele hoep dame daar. Kan ik op inzoomen? Ja. Oh, dat is de verkeerde. Hoe zoom ik in dan? Wow, niet zo. Oh, ik vind dit heel lastig altijd. Die slingeraar zo gek. Wat is dat nou? Oh ja, zo kan ik inzoomen. Kijk, die staat er, dat hoele dingetje. Wow. Wat gaan ze hier allemaal doen dan? Invoegen. Oké, moet toch gebeuren. Zo zijn er nog wat dingetjes. Een beker houden met flesje water. En een bak koffie. Je wil ook weer van alles invoegen. Oh, ongelukje. Oh, dat kan ook. En ik ben. Oh, nee, ik moet er hier af. Ik zit niet op te letten. Oh, ik moet er. Och, mijn jongens, wat is dit nu allemaal? Wegafzetting. Ik dacht dat ik dat uitgezet had. Oké. Ja, dan moeten we er toch maar omheen. Ongelukkig gebeurt daar. Als lading kwijt. Oké. Dat vind ik wel het mooie van deze spellen. Dat je die random events hebt en omleidingen. Dat vind ik mooi. Oh ja, ik was de cabine accessoires aan het laten zien. Ik ben gek op hamburgers, dus heel tof dat die er ook in zitten. En een kratje cola. Bruine flesjes. Cola. Bij mij niet hoor. Gewoon mooie flesjes bier. Gewoon cola op het kratje zetten en ze denken dat ik aan de cola zit. Helemaal goed. High Mountain Road. Ben ik benieuwd. Hoe ver ik omhoog moet voordat ik weer terugkom. Zo, ik moest er even tussenuit. Dat was de DHL. Hoe hard rijden we hier nu? 35 mijl. Oh, ik zit niet goed op te letten. Wil ik de was nog in de droge doen? Ja, schat, dat wil ik. Ik ga me niet zitten appen als ik aan het rijden ben. Kan toch niet. Nou, moet ik wel even antwoorden, anders dan krijg ik een commentaar. Ik heb meer versnellingen, mag hoor. Wow, wat komt hier in één keer vandaan? Wat gebeurt hier? Rare acties. Oh, ik kan er hier weer af, dat komt mooi uit. Loon Lake. Lunatic Lake. Zoals die lag ik hier de weg op rijden. Nou, joh. Niks aan. Ja, wacht maar even.
wacht dat maar even. Nou, gas erop jongen, want ik wil niet stilstaan op die helling. Mop mop. Gas erop. Ruud. Ja, dat gaan we doen. Nou, dat kan mooi zo. High mountain road, accept. Wat? Expect wat? Sla af om de remmen te controleren. Brake check. Waarom? Maar doen dan. En waar moeten we dat doen? Oh, bij de groene punt, denk ik. Oh. Nou, zullen we zien dat ze niet goed zijn. Checking brakes, oké. Okay. Mooi. Wat vinden jullie van mijn aanhanger eigenlijk? Mijn trailer? Mooi, hè? Mag ik nu weer dan? Helemaal geen bericht of ze goed zijn of niet. Nou ja, het zal wel. Ja, dan komen we achter in de rij. Kom op mensen, dat kan toch zat. Die opwacht, vrolijke vriend, maar ik ga vast. Wat een onzin. Dan moet je kijken wat een uitvoegstrook en dan ga je nog of invoegstrook bedoel ik. Och heden. Man. Oh, dat is, dat is pittig. Knap hoe ze dat doen hier. Oh, dit is wel mooi zeg. Als je niet meer remmen kunt, dan kun je hier. Daar zo op rijden. Oké. Lachen. Maar die stroken die zie je hier in Nederland niet, hè? Ik heb ze in België wel eens gezien, in Frankrijk. In Duitsland ook nog nooit. Nou, hier staat er ook weer eentje met pech. Die stond er net nog niet. Dat is snel gedaan, al die botjes eromheen en zo. Nou, vol gas naar beneden. Dan ga ik veel te hard natuurlijk. Ik rijd dat ook nog voor de VTC. Ik hoop pas dat ik niet te hard jaag. Oh, ik moet er hier zo af. Ik wou zeggen, ga er voorbij, maar laat me niet doen. Exit only, ja, dat was ik wel van plan. Gewoon niet te hard, anders lig je maar. Dat allemaal voor zo'n vrachtwagen die zijn lading half kwijt was. Zon en dom. Kijk dan jongens, wat mooi als het is zo langs dat meer. Ik ga weer proberen om een beetje mooie beelden te maken. Ah, oh, wat mooi, wat mooi. Heel mooi hier. Dit is waarom ik American Truck Simulator rijd. Dit soort prachtige landschappen. Ik vind het zo geweldig. Navigatie te kijken, ik kan het toch nog niet echt geweldig. Van me tegen van mezelf. Op de kaart kijken en tegelijk goed sturen.
Wow, dat ging toch een bordje. Toch iets te strak langs. Ach, mijn jongens. Oh, ik dacht dat ik hier links moest. We gaan allemaal links. Ik had geweten, dan had ik gewoon aangesloten in de rechterrij, want dan moet ik zo weer naar rechts. Ach, jongens. Ik maak er weer een bende van vandaag. Eén grote chaos. Hoe dicht zit ik er nu achter? Oh, dat is een beetje acceptabel, toch? Mooi. Oh. Kerel. Gaat gewoon voorrang, hè. Ik denk dat je hier af moet. De wijnroute, lekker. Ik ben wel een beetje klaar met al dat bier. Nee, gisteren mijn eerste brouwdag weer gehad van dit jaar. Mooie opbrengst, mooi bier, mooie IPA gemaakt. Altijd weer fijn om te doen. Jongen, er gebeuren wel veel ongelukken hier, hè? Krijg met die achterlijke lange trailers. Och. Ik denk al, ik heb de radio toch niet aangezet. Sorry, ik ben te laat voor mijn vracht, denk ik. Om af te leveren is dat is hier wel heel strak gepland allemaal, hè? Eens even kijken. Ik kan niet twee dingen tegelijk kijken. Ik moet er zijn om. Ik heb nog 1 uur en 34 minuten. 33. Dat staat onderin bij resterend. En ik heb bovenin staat nog 59, 58 minuten. Oké, nou dan moet ik gaan redden toch? En die klant die staat op popelen. Moet die zeuren? Ik ben toch gewoon op tijd. Ik snap het, hè. Ik bedoel, vlees dat moet je snel vervoeren, moet vers zijn. Maar ik heb een koelwagen. Donders mooie koelwagen, kijk dan. Met een vergromde koelinstallatie. Ah, jongens. Zo niet bang te wezen dat het vlees bederft. Ja, dat komt door die omleiding natuurlijk. Ja, natuurlijk. Daar zit het hem in. Als ik die omleiding niet had gehad, dan was ik er nu al geweest, denk ik. Shit. Right traffic does not... Stop. Oké, dus ik hoef... Ik ga rechtsaf, maar dan hoef ik niet te stoppen. Ik kan gewoon door. Zulke rare regels hier. Canada dus blijkt er ook al. Ik vind het prima, hè? Daar gaat het niet om. Ja, dit vind ik leuk, joh. Van die dorpjes, auto's langs de weg. Dat doen ze mooi, hoor, die jongens op Promos. Kun je niks van zeggen. Ik ga eens kijken of er ook
mods in de zin van kaarten mods zijn voor American Truck Simulator. Ja, natuurlijk pro-mods, die zijn we nu aan het doen, maar ik ben bijvoorbeeld in de Euro Truck Simulator ben ik bezig met Tregion en met die Hongarije map. Wat ontzettend mooi is om te rijden. Ik kan natuurlijk ook eens kijken of er van ATS wat is in die geest, zeg maar. Dat is ook wel een keer leuk om te doen. Als er mensen zijn die tips hebben, zet ze even onder in de commentaren. Dat is sowieso altijd handig. Want ik ben heel slecht in dingen opzoeken, zeg maar. Ik ga zelf op zoek hoor, dat gaat er niet om. Maar als ik wat leuks vind, dan doe ik dat gewoon. Ja, toch eens even een keer kijken. Ik zag laatst ook een Zweed is dat, ik kwam erop omdat iemand in mijn Discord ooit eens een keer mij de tip gaf van joh, hier moet je eens naar kijken. Maar dat was toen ik nog die oude computer had. Dat was voor mij absoluut niet te doen, maar die had The Big Map. En The Big Map, dat was echt enorm. Die had een rit gereden van, ik geloof, 30.000 kilometer. Heeft hij 9 livestreams over gedaan van 2,5, 3 uur. Gaat wel heel gaaf. En toen heb ik even gekeken, daar had hij een aflevering waarin hij dus liet zien welke mods dat allemaal zijn. Toen had ik zoiets van, oké, ik geef het op, dan begin ik niet aan. Ik haal even deze kaart erbij, ook maar even kijken hoe dat precies loopt. Voorrang natuurlijk. Kom maar, rij maar door. Rij maar, niet? Oké, dan rij ik door. Dankjewel. Oké, daar moet ik zijn. Ik zag hier geen verkeerslichten trouwens. Ja. Oké. Gelijk hierin. Nou, moet maar eens zien of ik hier fatsoenlijk parkeren kan. Och, tuurlijk andersom. Redden zo, hè. Lekker realistisch dit. Hoe gaan we dit in de vrede doen? Echt niet. Wat een onzin. Huppatee. Nou, helemaal geweldig. Want nog wel een trailer manoeuvre bonus. Wat leuk. Maar geen parkeerbonus. Dat is jammer. En waarom niet? Gewoon omdat het niet te doen is dit. Sorry hoor. Maar hoe kom je... Ja, dan had ik... Ja, had wel gekund. Had ik hier al achteruit in moeten rijden. Ja. Doe maar. Ik vond het eigenlijk wel leuk dit. Ik sluit het hiermee af. Uiterding, lichtsnoet, op de handrem. En bedankt voor het kijken. Vond je dit leuk? Dan weet je wat je moet doen. Ik ben wel even benieuwd of jullie nog leuke tips en ideeën hebben voor mods. Voor ATS. Dat is natuurlijk iets minder uitgebreid dan ETS. Dus ik hou me aanbevolen. Mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende.